Heb je nog leuke dingen gezien dit weekend die je echt opvielen? Nou, toevallig, jongen. Ik was zaterdagavond laat thuis en ik zet de tv aan. En ik viel in die docu van Jamie Vaas. Oh ja. Maar dat is van een ja, dat is van een leegheid. Dat is echt dat is waanzinnig als je daarnaar kijkt. Maar die mensen hebben het wel naar de zin. Die Jamie. Ja? Die voelen zich daar wel prettig bij. Die hebben daar niet zoveel moeite mee. Maar ik denk dan altijd ook een beetje aan die cameraman. Ja, ja. Die de hele dag die onzin moet filmen. Wat denk je van die geluidsman? Die moet luisteren. De geluidsman. Ja. En dan ook nog dat het daarna nog naar zo'n... Moet het nog geknipt worden? Ja. Dan moeten de zogenaamd leuke stukjes moeten er in blijven. Wie zendt het uit? Waar TLC. Oh, ja. TLC. Maar kijk wat, nou? wat doet die mevrouw eigenlijk? Niks. Die doet niet veel. Maar waarom wordt er dan een documentaire op haar gemaakt? Ja, weet ik ook niet. Maar het is van een onbedaarlijke leegheid als je daar zit te kijken. Die is de hele dag met niets bezig. Ik kom die naam vaak tegen, maar ik weet helemaal niet... Dus die dame die tussen die deur van Lil Kleine kwam, de autodeur. Daar ken ik haar van. Maar ik denk dat zal wel iemand uit de showbiz zijn. Want die is zoveel in de publiciteit. Ja. De ex. Channel. Dus dan is de vraag, wat leer je ervan als je ernaar kijkt? Ja, niks. Nee. Dat je een studie moet doen. Ja, dat je een studie moet doen. Nee. Maar kan dat meisje dan niet half acht doen? Nou, die kans is groot. Jamie Vaas. Ja, ik neem aan dat ze dat wel op gaan pikken nu.